Leuk dat je kijkt naar nieuwe unboxing hier op gamers.nl. Er zijn er best wel veel tegenwoordig. Heel veel. We hebben er deze week even superveel mooie producten, prachtige producten mogen krijgen. Mooi. Ja. En deze was voor mij een totale verrassing. Er stond vanochtend iemand voor mijn deur, niet eens een postbode, dat is echt van het bedrijf zelf. En die zei, we willen Salim gewoon, nee grapje, zei we willen jou heel erg bedanken voor al het werk, het harde werk dat je doet met games. En het is niet makkelijk en baan erbij, baan. Maar we willen je gewoon bedanken voor alles wat jij en je team doen. En dit komt binnen, het kwam bij mij vanochtend ook even binnen. Nou, hoe heet je ook alweer? Ik vind het helemaal heftig. Maar ik heb ook nog niet bekeken wat erin zit. Ik weet niet eens waar het wat voor is. Van een game wel. Nou, ga maar kijken. Okay. Ik heb de vingercamera er weer bij. Spannend. Nou, dan gaan we hem naar de camera toe ook. Maar ben je klaar voor? Ja, ik ben er zeker klaar voor. Ben jij er klaar voor? Mooi. Xbox. Launch Celebration. Ja, het is het lanceringsvieringspakket van Xbox. Wat leuk. Zal ik even snel een stuk voorlezen hiervan? Ja, tuurlijk. We hangen aan je lippen. Staat hier. Hey! Happy Launch Day! Op 10 november luiden we de volgende generatie gaming in met Xbox Series X, onze snelste en krachtigste console ooit gemaakt. En Xbox Series S, onze volledig digitale console die de volgende generatie snelheid en prestatie levert in onze kleinste Xbox ooit tegen een meer betaalbare prijs. Dus nog meer betaalbaar dan de Series X, hè? Nog meer betaalbaar. Ja. Dus ja, superleuk. Een leuk briefje. Zou ik maar gewoon eens even kijken wat daar allemaal bij zit. Ja, kijk maar even wat er allemaal bij zit. Ik doe ondertussen lekker filmen. Leuk. Nou, allereerst zit hier. Dit is een... dit is iets met vouwen. Dat mag jij zo doen. Dat kan ik niet. Ja, want ik heb natuurlijk super veel ervaring met Labo. Ja, als je de Labo-items hebt gezien, dan weet je dat ik dat niet kan. Nee. Er zitten wat batterijen bij van Duracell. En dan moet ik ervoor, want hebben ze gepartnerd. Stuur je deze powerkit met dank aan Monster Energy en Duracell. Monster Energy en Duracell, dankjewel. Super, allebei natuurlijk energie, hè. Maar op een andere manier. Energie voor je controller. Energie voor jou. Ja, en energie voor je dromen. Power your dreams. Hey, komt allemaal wel even samen, hè. Kijk, hier heeft zo'n witte ruimte, hebben ze hier uren gezeten. Goed nadenken. Nee, is natuurlijk super, want de Xbox controller is misschien een beetje controversieel, maar die werkt nog steeds op dubbel A batterijen. Zeker. En dan kan je, dat geeft wel ruimte voor makkelijk vervangen. Je hoeft nooit op te laden. Zeker. Dus dat is chill. Aangezien de PlayStation 5 controller 3 uur meegaat. Ja. En wat ik zei, Monster Energy. Monster, dat vind ik zo vies, maar onwijs bedankt. Jij mag het hebben. Oh, dus met zero sugar. Vind je dat dan niet lekker? Nee, ik vind Monster echt, maar goed. Nou, zal ik je daar een verhaal over vertellen? Wij hebben een keer een roadtrip gehad, Tom en ik, naar Zweden, naar Dreamhack. Naar Dreamhack, en dat werd gesponsord door Red Bull en MSI. Door Monster Energy en door MSI. En ik heb toen gewoon lege blikjes Monster, heb ik gewoon leeg gegooid. En ik heb Red Bull bij Tankstation gehaald en heb ik in de Monster blikjes gegoten. Zodat ik die sponsorship kon wegdrinken. Ik vind het niet te zuipen. Geen enkel sponsordeal is meer gedaan. Het is echt waar, het is echt gebeurd. Je krijgt wel unieke content en dubbele XP voor Halo Infinite. Ik krijg hier wel 2013 vibes van. Ik krijg hier 2023 vibes van, want dan komt Halo Infinite uit. Ja. We love you Xbox. We love you Xbox, is wel waar. Nee, maar vroeger was dat altijd. En ik sowieso deze grote joekels, die kan je volgens mij niet eens meer legaal kopen bij de Albert Heijn. Nee, Albert Heijn mag het niet meer. Nee, dit wel, is bij echt, de, wel bij de Shell. Dit schaaft wel echt een beetje van... wel Shell, bij de Shell mag het wel. Bij de Shell mag het wel. Leuk. En andere winkels. Tuurlijk. Een leuk keycord. Hartstikke leuk. Ik hang hem om mijn nek. Oh, dit vind ik altijd leuk. Dit vind ik altijd leuk. Vind ik altijd ludiek. Leuk. Tasje. Ja. Dus dit is zo'n pooltasje. Dus dan kan je... Het heet een duffelbag, toch? Of nee? Nee, een sportbag. Oké. Sporting ding. En natuurlijk, niet te missen, nog een stickertje van onze vrienden van de Monster Energy. Oh nee, ex-vrienden van de Monster Energy. Die je dan, die kan je nergens aanplakken. Ja, hartstikke leuk. Nou, onwijs bedankt Xbox. Ik ben ontzettend blij mee. Ja, ik wil deze nog wel even in elkaar zetten hoor. Ik kan dat wel. Ja, maar is dit een soort... Want... Dit is de Xbox Series X voor mensen die het niet kunnen betalen. Ik wou net zeggen, het is wel... Ik moet even bijzeggen, we hebben hem ook gekregen, het apparaat zelf. De Xbox Series X hebben wij gekregen. Dat is tegen ons zeggen, kijk eens, kan je lekker Monster drinken en naar kartonnen werken. Nee, maar dat moet je altijd vermelden geloof ik tegenwoordig. Dus er stond ook in allemaal contracten die ik getekend heb voor Xbox van, ja, je moet wel vermelden dat je van ons hebt gekregen. Dus zij zijn heel erg van, het is heel goed dat ze dat doen. Ja, nee. Want al die YouTube-kindjes worden tegenwoordig natuurlijk omgekocht.
Maar zij doen gewoon echt duidelijk, je moet vermelden, je hebt hem gekregen. Nou, we hebben hem gekregen. We hebben hem gekregen. Dus deze video specifiek niet, maar al onze Xbox content is soort van indirect gesponsord bij Xbox. Ja, maar goed, je weet ik ben hier met tong gevallen, dus ik vind het hartstikke lief dat ik het krijg. Maar mijn mening blijft altijd mijn mening, maar dat weten jullie inmiddels wel. Ja, dat weten ze natuurlijk. Jullie hebben net al... Wel zin in, man. Ik ga deze zo denk ik opdrinken. Ja, ga je die lekker verorberen? Ja, of moet dat... Nee, dan slaap ik nooit meer, denk ik. Dan slaap je nooit meer, oké. Nou, hartstikke goed. Hoppa. Dit is een mak. Is die echt net zo groot? Ik even pak hem even erbij. Ik denk het wel. Ik denk dat die bijna 1-op-1 is. Ja, alleen heeft hij dat inkeping aan de boven. Nou. Hoppata, jongens. Hij is echt 1-op-1. Nou, dat is cute. Dat is heel cute. Nou, als iemand deze alleen thuis heeft staan... Deze gaan we weggeven. Die kun je winnen. Deze zit op YouTube. Kindjes, die kun je winnen. Nee, een grapje. Zelfs die gun ik jullie niet. Maar. Nee, hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken naar dit video. Eigenlijk vond het ik vanzelf enerverend. Ik vond het ook heel enerverend. Misschien moeten we dan nog even snel zeggen van... Dan branden we ook gelijk dit kartonnetje. Dit Xboxje? Ja, dit Xboxje. Huppakee, dit kan je dus thuis ook doen. Oh, nou, alsjeblieft. Bedankt voor het kijken. Volg ons overal waar je ons kan vinden. En we houden van jullie. En abonneer even op de Gamerset Podcast. Op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Want daar kun je ons elke week dit soort flauwe grappen horen maken. En dat is alleen maar leuk. Hoppakee. Doei. Doei.